Breda Nu. Je weet het meteen. Een geweldig moment voor de stad. Een geweldig moment voor deze plek. Om ook symbolisch het een en ander weer te geven. En ik wil twee dingen daarvan belichten. Want waarom staan we hier? Dat is natuurlijk in eerste plaats omdat het 10 jaar geleden het eerste deel van de haven is geopend. Wat zou het nou mooi zijn, en dat is een beetje de tweede waar ik naar wil verwijzen, is als we die rivier verder kunnen doortrekken en kunnen verdiepen. 5, 4, 3, 2, 1. Daar gaan ze dan, de 300 emmertjes in een lange rij achter elkaar. We beginnen hier op het oude militaire terrein. We gaan eventjes kijken hoe de mensen het gaan beleven. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. De meisjes op de klompen, de jongens op de houten benen. Rij maar door een straatje heen. Ja, wij zijn hier emmertjes aan het doorgeven. We zijn het water weer terug aan het brengen naar de plaats waar het hoort. Alsjeblieft. U kunt een beetje multitasken, u kunt 2 dingen tegelijk. Ik moet zeggen dat ik het best ingewikkeld vind, dat multitasken. Want de lege emmertjes die moeten nou daarheen en de volle die gaan naar de andere kant. De volle emmertjes gaan naar de andere kant toe, dat klopt. U staat erbij te kijken of gaat hij ook nog een paar emmertjes over? Nee, maar ik moet dus langs naar de andere kant en daar pak ik het water weer aan en doe ik het aan de andere kant erin. Okay. Dus we maken echt letterlijk de verbinding tussen de verbinding met vanaf de singel naar daar waar het nu bij Dox 64 ligt. Oh, hier kijk, daar komt het water. Het weer werkt mee en het is zoveel mensen die enthousiast zijn voor datgene wat gaat komen. Super. Okay. We zijn nu eigenlijk al bij een obstakel. De mensen moeten nu met het water over de trap. Dus er is nog een hele uitdaging om het water in de emmer te houden. De wethouder is nu alle 300 emmers in de singel aan het gooien. Spectaculaire beelden. Hoeveel emmers heeft u al gehad? Ik heb ze niet geteld. Oh, niet geteld. Maar het begint redelijk door te lopen. Ja. Hebben jullie allemaal meegedaan met de emmertjes over? We hebben allemaal meegedaan, ja. Okay. En heeft u een beetje het hoofd boven water kunnen houden? Nog wel, ja. Ja, ik denk ook dat het wel zo blijft voorlopig, hè? Want het is toch pas in 2021 klaar, hè? Er zit nog wel water in de singel? Er zit nog een beetje water in de singel, maar ze brengen het nu over naar de haven. Okay, dus dat hebben we de afgelopen uur gedaan. Okay. En u vond het ook leuk? Ja, ik vond het heel leuk. Het was wel hard werken. Heb je ook een emmertje overgedragen vandaag? Ja. En vond je het een beetje leuk? Ja. Ja? Heeft je vader ook? Ja, wij hebben ook geholpen, ja. En hoeveel emmertjes heeft u overgedragen? Genoeg. Ik heb de tel niet bijgehouden in ieder geval. En hoe vond je het vandaag, de emmertjes water overgeven aan iedereen? Heel leuk. Ja. En heb je ook nog een beetje meegezongen, net als alle andere mensen? Nee, dat niet. En hoeveel emmertjes denk je dat je hebt overgedragen? 50 of zo. En we hebben het allemaal over het water met het singel, maar er komt daar toch ook bij de oude kazerne komt ook een heel park, heb ik begrepen. Kunt u daar iets over vertellen? Daar waar het park is van Zedig Zuid aan de Witte Huisjes, dat is een beschermd stadsgezicht. En dat wordt straks alleen maar mooier, omdat dat echt een stadspark wordt. He, met ook de voorzieningen erbij en de mogelijkheden om daar allerlei dingen ook voor de stad te organiseren. En de school zal dat voor een deel ook doen. Dus volgens mij een enorme kans voor dat deel van de stad. Nou, het is gelukt. We hebben het water overgebracht. Applaus daarvoor. Breda Nu. Je weet het meteen.